Dus goed kijken naar wat zijn de fundamenten van, van vastgoed. Uh, wat zijn de voordelen van vastgoed. Nu zie je onzekerheid door een politiek die aan het draaien is. Maar we weten ook, als je wat langer meedraait uh, op deze wereldbol... dat de overheid keihard ingrijpt op links. En dan uh, zeven jaar later dan toch weer bijdraait... omdat ze zien dat er te, te hard is ingegrepen op, uh, op de markt. Dat is één. Maar ook, ja, er worden nu heel veel ballonnetjes opgelaten. En je moet je realiseren dat niet alle ballontjes uh, uh, doorgaan. Uh, er wordt gekeken van ja hoe reageert de markt uh, daarop? Hugo en en, uh, en Jesse die hebben wat plannen, maar uh, deel zal toch toch echt stranden.